Welkom bij huiswerkopdracht nummer 1. Het is weer begonnen. De eerste week zit er alweer op. De eerste training bij de voetbalacademie. Ricardo die heeft alweer een fantastische oefening gedaan. De eerste training. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En huiswerkopdracht 1. We gaan vandaag het volgende doen. Ricardo gaat het voordoen. De ene week zal ik het voordoen. En de andere week doet Ricardo het voor. Vandaag mag ik het uitleggen en gaat Ricardo laten zien hoe geweldig hij kan pasen met de binnenkant van de voet. Even een rustig oefeningetje, maar ik zal hem uitleggen. Jullie zien allemaal dopjes staan en we noemen dit de meetlat. En de meetlat betekent dat hier is een meter en 2 meter en 3 meter, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ongelooflijk. En haal jij 8 meter op de meetlat, dan ben je een held. Geweldig, super. Okay. We gaan kijken of Ricardo dat lukt. Succes, Ricardo. Bam! 8 meter. 8 punten. Ongelooflijk. Ik ben benieuwd of ik dat ook kan. Meestal win ik wel van Ricardo, maar niet altijd. We zullen zien of dat nu ook gebeurt. Top! Iets minder strak ingepaast dan Ricardo dat deed. Dus waar moet je op letten? Je kunt letten op... Hoe strak paas je? Hoe hou je je voet? Speel je met links? Speel je met rechts? Er is genoeg om te doen. Ricardo doet hem nu van die kant nog een keer. Dat is natuurlijk heel slim. En het lukt hem niet. Nog één keer. Kijken of hij nu wel kan. Strak, hè? Strak. Links. Links. Heel goed. Geweldig. Dit was huiswerk opdracht 1.